We maken ons op zich wel zorgen, omdat de stroom van goederenvervoer ook alsmaar toeneemt. En we hebben natuurlijk gezien dat er elders in Nederland bijvoorbeeld de Betuwe-lijn is aangelegd met de bijbehorende veiligheidssystemen. En dan vinden wij dat dat eigenlijk op de Brabantroute ook het geval zou moeten zijn. Ik zou niet weten waarom onze burgers in de Brabantse steden minder goed beveiligd hoeven te zijn dan de kikkers langs de Betuwe-lijn, om maar even iets te noemen. Bij ons gaat het dan met name om Breda, Tilburg, Eindhoven en hier natuurlijk Venlo, precies hetzelfde. We hebben steeds gepleit voor zoveel mogelijk van die gevaarlijke stoffen over de Betuwe-lijn, want die is er speciaal voor aangelegd. Die gevaarlijke stoffen die toch nog hier langs moeten komen, zorg dan dat je je veiligheidssystemen op orde hebt. En er zijn bijvoorbeeld ATB's, heet dat dan, treinbeveiligingsinstallaties die je aan kunt leggen, zodat ze niet meer met een te lage snelheid, onder de 40 kilometer is dat dan, door een sein kunnen rijden. Nou, dat kan vrij eenvoudig aangepast worden. En wij vinden eigenlijk dat in Zuid-Nederland die beveiliging ook aangebracht moet worden.